Je hebt net begeleid met een aantal kleine kinderen die net beginnen, misschien hun eerste keer in een kart zitten. Kun je dat moment voor jou nog voor de geest halen wanneer jij voor het eerst met karten begonnen bent? Ja, mijn eerste keer karten was ook op Zandvoort, op een klein kartbaantje. En dat was toevallig in een raceweekend waar mijn vader ook aan het racen was. Ja, ik was eigenlijk begonnen waar wat eigenlijk al die andere jochies nu doen. Dus ja, dat is wel grappig. Ja, daarna is het allemaal losgegaan. Was je helemaal verkocht met karten? Hoe zijn daarna de eerste jaren geweest? Ja, mijn allereerste jaar was Parallel Rookie. Dat was toen een nieuwe klasse. En ben ik ook meteen Nederlands kampioen geworden. En daarna ben ik Micromax, Minimax en Junioren gaan doen. En de Micromax en Minimax ben ik Nederlands kampioen geworden. En bij de Minimax heb ik eigenlijk alles gewonnen wat er te wonnen valt. Dat was Nederlands kampioen, Europees kampioen, tweede of derde toen op de WK. Maar ja, voor de rest had ik alles gewonnen. BNL, BMC en dat was een heel goed jaar. Junioren was ik tweede bij het Europees. En daarna ging ik ook een junior doen. Heb ik ook wat WSK-wedstrijden gewonnen. Ja, mijn allergrootste, nog wel hoogste punt is dat ik in Brazilië de Grand Finals heb gewonnen toen. En die Grand Finals, dat je wereldkampioen wordt, was in Brazilië, het land van Ayrton Senna. Wat weet je nog specifiek van die week? Hoe speciaal was dat? Ja, we was natuurlijk in het land van Ayrton Senna. Ja, dat was heel mooi. Het was in het begin, waren we eigenlijk daar nog op vakantie. We waren al een week eerder gegaan met familie en zo. En ik ging gewoon in, ik ga gewoon mijn best doen. En we zien wel waar we eindigen. En eigenlijk ging dat vanaf de training al heel goed. En toen de heat ging, had ik ze ook allemaal gewonnen. En toen besefte ik eigenlijk pas in de finale van, oh ja, shit, ik sta nu wel gewoon op 1. Dus ik heb wel een kans om de race te winnen. En ja, toen heb ik uiteindelijk de race gewonnen. En dat was wel echt een hoogtepunt in mijn carrière. Wat voor deuren gaan er open voor een wereldkampioen? Wat heb je daarna gedaan? Ja, daarna ben ik ook een junior gaan rijden in Italië. Dat was eigenlijk over de hele wereld was dat. Europees is dat, zeg maar, eigenlijk karten. Hoogste niveau wat er is. En dat heb ik met Energy Course toen gedaan. Ook best wel wat podiums kunnen halen. Ook wat gewonnen. En dat was ook een superjaar. Het is toen eerst nog DKM kampioen geworden. En vanaf daarna eigenlijk ben ik naar Autosport gaan kijken. En ben ik terechtgekomen in de Genetta Juniors. En daar heb ik toen een scholarship gedaan in Engeland, die ik toen heb gewonnen. Dat is eigenlijk een talentenprogramma. En dat, dat geeft dan een gratis seizoen. As around the outside line goes, Seb Hopkins going for it. Robert De Haan chasing as well. Into the complex we go. Are we going to see Hopkins take it? He's trying to squeeze. Callum Boyes in, but Callum Boyes is back. And here comes the Dutchman down the inside line. De Haan's going to go up into P2. Oh, smoking a pancake. Look at that. De Haan in the 46. Around the outside. Seb's not done in the 18. 3 into 1. De eerste paar rondes waren wel moeilijk, want ik moest heel erg wennen aan de auto en zo. En wat testdagen gedaan. Maar sinds de laatste 3 rondes is het echt stappen vooruit. Ik heb afgelopen weekend ook 2 races gewonnen van de 3. Overall en rookie. En ik ga zeker nog meer podiums proberen te halen dit jaar. Een paar maanden terug heb ik ook Formule 4 programma gewonnen van Jacques Veneuve. En dat geeft mij nu een Formule 4 seizoen voor volgend jaar. Naast de Ginetta rij je ook nog steeds in de kart. Je kan het nog niet laten, maar je zit in de shifter van ID Engines. Wat kun je daarover zeggen? Natuurlijk. Vanwege Arthur Dontje. Hij had mij daarom gevraagd om dat te rijden. Ja, dat was superleuk. Superleuke kart om te rijden. Het is een 4-takt schakelkart. En het gaat best wel hard. Het is echt wel een leuke klasse om te rijden. Dus ID Engines. Ik rij bij Kart Academy is dat dan. En het is eigenlijk opgezet door Arthur Dontje. Even tot slot nog, Robert. What's the dream? Ik denk wel Formule 1. Volgend jaar ga ik alles geven wat ik heb. En het jaar daarna misschien via F3 als dat lukt. En als het geen Formule 1 wordt, dan sowieso iets in GT-auto's.